Welkom bij de filogang Podcast. Ik ben Sven. Ik ben Hanna. En dit is de plek waar wij interessante en relevante filosofische boeken en teksten proberen te begrijpen. Met deze maand de dialectiek van de verlichting van Adorno en Horkheimer. Mythes. Hi, nieuwe maand, nieuwe aflevering. Meer Marx, adjacent shit. Ja, vorige keer hebben we Marx gelezen um, en. Genoten. Zeker, leuke aflevering. Um, en deze keer gaan we daarop verder, eigenlijk, met uh, de ja, mensen die Neo-Marxisten genoemd worden. Uh, Adorno en Horkheimer. Niet iedereen is het volgens mij hierover eens. Nee, maar ze worden wel genoemd. Ja, maar het is de filosofie. Niemand is het eens over wat er ook gebeurt. Nee. Dat is de enige reden dat het vakgebied nog voor bestaat. Ik ver. Oké, Adorno en Horkheimer zijn twee uh, Duitse-Joodse filosofen. Die dit boek schrijven in 1944, volgens mij. Dus tijdens de Tweede Wereldoorlog. Ze zitten in Amerika, ze zijn gevlucht uit Duitsland. En uh, zij schrijven dit boek eigenlijk uit een soort frustratie, verwarring van wat de fuck is er aan de hand met de wereld. Want de, de manier waarop het voortborduurt op Marx is eigenlijk zo van: Marx zegt dat er. Een revolutie moet komen. Maar het enige wat er gekomen is, is het fascisme. En hoe kan dat? Wat is er aan de hand? Waarom is het fascisme hier en waarom heeft iedereen er last van? En dat is waarom ze dit boek schrijven. En het is natuurlijk heel persoonlijk voor ze. Want. Ja, zijn, zij, zij, zij hebben zij, moeten vluchten. Ja. En uh, ze zijn dus eigenlijk in dit boek op zoek naar de waarom en de hoe en de op welke manieren. Ja, en dat, <laughs> uh, dat doet het aan de ene kant inderdaad met uh, het, 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 het reflecteert op het socialisme tot dan toe, um, re, maar het reflecteert ook veel meer op de wijdere cultuur en ideeën. Hoe kan het dat het Westen tot fascisme is vervallen? Ja. is hun vraag. Um, en daar heeft... gebruiken ze Marx ook voor om dat te beantwoorden. Ja, er was ons vooruitgang beloofd en we hebben nu het fascisme. Ja. Wat de fuck is hier aan de hand? Hoe is dit kunnen komen? Wat fuck? Ja, precies. Voordat we erin gaan, moeten we natuurlijk even zeggen dat we drie regels hebben. Um, en, Weet je ze nog? Um, ja, die eerste regel is dat wij niet gaan neemdroppen. Ja, en uh, hoe heet het? Uh, de tweede is dat we, uh, we gaan jargon, als we het gebruiken, uitleggen. Dus we gaan niet zeggen, en dat was de dialectiek van de verlichting. Tot volgende maand. Dat zou wel uh, leuk zijn. ik ja. we gewoon zeggen, we kunnen gewoon, gewoon ik denk dat wij dit... Titels van boeken voorlezen en zeggen, doei. Ik denk dat wij dit hoofdstuk in uh, twee zinnen samen kunnen vatten. Ja, dat, de eerste dat twee is, zinnen van het boek ja, nee, hebben we zelf nee, al nee. gedaan. Oké, okay, drie, drie. En um, ik denk dat we dan gewoon klaar zijn en dat we dan een hele korte aflevering over hebben. Ja. Dat zou kunnen en dat gaan we dus niet doen. Dat mag niet van Saar. deze regel. En dan de derde regel. Um, citaten zullen wij vertalen en of uitleggen. Ja. En omdat wij in het Engels lezen dit keer, zullen wij ze zowel vertalen als uitleggen. Want dit weet iedereen, als je een boek leest en je leest het gewoon voor, dan weet je, soms nog steeds niet wat er staat. Nee, en vooral hier. Nee. En deze keer ook weer een nieuw nummer aan het eind van de podcast, uh, Kimmy van een band die oh. uh, als op de dag dat deze podcast uitkomt hun eerste nummer uitkomt. Uh, de band heet The Nectar Effect en uh, het nummer heet Carnage. En het, slu het, het, slu het sluit nog aan bij de, de betekenis. De betekenis van het nummer sluit nog aan bij de tekst ook. Um, dus uh, als je klaar bent met ons gezwet... luister zeker nog even naar dat nummer. Scroll dus um, door naar het einde. Precies. Ik geloof in dat je. Dat is niet. leuk. Um, maar misschien iets meer achtergrond nog over. Hun zelf. I mean, zij, dit zijn de mensen die je misschien kan kennen van de uh, van de term de Frankfurter Schule. Uh, dat is nou, zoals de naam verraadt, een school in Frankfurt. Uh, uit Frankfurt, I guess. Ja, ze zijn de Frankfurter Schule. Dat ja. is een soort van het collectief waar zij deel van uitmaken. Ja, Met Benjamin zat daar ook in. Walter die Benjamin we... hebben we gelezen Inderdaad. over geweld. Uh, Herbert Marcuse zat daarin. Uh, dus allemaal mensen dat die. Dat zijn allemaal wat het eigenlijk de Frankfurt Schule is een uh, collectief, een school van de kritische theorie. En de kritische theorie is dus dat een soort van een, een voortborduring op Marx, eigenlijk. En dan in de wereld van niet meer de 19e eeuw, maar in/slash post-Tweede Wereldoorlog. Ja dat een compleet andere wereld um, tuurlijk, is. Want Wij hebben ineens, het is niet alleen meer dat iedereen in de fabriek werkt... maar het managers, je ja, hebt managers. Werd, ja, ze werden geconfronteerd met een nieuwe wereld. Precies. En er waren aanpassingen nodig in Marx om hem relevant te houden. Exact. Nou, een van de, van de dingen waar ze nog wel eens op bekritiseerd worden... door andere Marxisten... is dat ze te veel uh, zijn gaan focussen op uh, de cultuurdingen. Um, waar Marx... Um, Heel erg zich focust op. Economie. economie, De, de materialistische basis van de cultuur. Dus he, luister vooral naar onze Marx-aflevering om hier dieper op in te gaan. Maar Marx begint heel erg bij het onderscheid tussen degene die de Productiemiddelen bezitten en degene die dat niet doen. Dus de bazen, degene met eigendom en degene die moeten werken. Ja. Um, en uh, vanuit daar analyseert hij. Hebben uh, wij vorige keer bijvoorbeeld vervreemding, hè, hoe de mens nou vervreemd wordt. Maar Marx analyseert vanuit daaruit de politieke economie. Um, en de kritiek van, de, van veel Marxisten op de Frankfurter Schule is dat zij dat stukje economie uh, te veel. Links laten liggen. Uh, ze, 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 natuurlijk beginnen ze wel nog steeds uit die eigendomsrelatie, maar zij focussen zich heel erg op de ideeën en de cultuur. Ja, ik denk ze zijn minder um, gegrond in dat uh, materialistische van Marx. Correct me if I'm wrong. Maar volgens mij zit er ook best wel wat psychoanalyse in. Ja, in, in, in deze in niet deze per se. Niet, maar inderdaad. dat is de psychoanalyse. En dat heeft zich heel sterk, niet binnen deze tekst uh, van de niet binnen deze uiting van de Kriegsheorie, maar in heel veel Kriegs-theorie komt dat heel sterk terug. Psychoanalyse. Ja. En dat is natuurlijk ook weer uh, een element wat je niet in Marx terug terugzag. Ja. En dat zorgt er ook voor. Dat het verder weggaat van Marx. Ja, precies. Dus er is ook echt een beetje een schisma binnen de Frankfurter Schule op een gegeven moment gekomen. tussen iemand als Marcuse. Nou, dat is een. Herbert Marcuse, and, Herbert Marcuse dat is een andere filosoof, daar gaan we het voor de rest niet over hebben. Uh, die zat dus ook in die beweging. En, en die, was, die wilde echt meer protesteren. Die was in de, in de universiteit in Amerika echt aan het protesteren met de studenten. Die was wel um, echt met, met, met concrete revolutie was hij bezig. Ja, precies. Um, terwijl. Hij dan Adorno, vooral dus een van de schrijvers van deze tekst, uh, verweet hem eigenlijk een beetje ivoren toren-analyse uh, te doen. Leuk dat jij daar een beetje chagrijnig zit te doen in je, hoe noemden ze het? Iets met een, een comfortabel, dat ze allemaal in een comfortabel hotel afgrond of zo noemden ze het volgens mij. Want leuk dat je vanaf je hotel de afgrond in kan kijken en daar een beetje zielig over zit te doen, maar je doet niks. Ja, ik vind. Um... Ik vind dit altijd een heel pessimistisch boek. Mm -hmm. En dat is het ook. Dat is het ook. Het is een heel pessimistisch boek. En dat, en is... dat is een heel goed recht. Ja, dat ook. is het. Ik snap. Tuurlijk is het een pessimistisch boek. Het is geschreven Gezien in de Tweede Wereldoorlog. Alles. Je ja. bent gevlucht uit je land omdat iemand vond dat jij geen bestaansrecht had. Um, ja. Tuurlijk ben je pessimistisch. Ja. Maar het is wel een pessimisme wat zich heel erg binnen. De, de theorie houdt ja. ze doen er uh, niks mee op de manier dat Marcuse bijvoorbeeld dus wil dat ze er wat mee doen ja. en dat is dus die hotel hotel wat van afgrond I ja dat Iets uit met, mijn hoofd maar zoiets hotel of mij. Ja. ik krijg ik krijg de, ik kijk ik kijk het, het donkerige donkere ding en ze kijken terug nee Nietje, nee oké okay, ja <laughs> <laughs> um, maar dat gezegd hebbende... Um, T, uh, kunnen we, zeg maar, het is pessimistisch, maar ik denk dat we het optimistisch kunnen gebruiken. Uh, t, als waren zij pessimistisch, dat is wel mijn doel, uh, in ieder geval. Omdat wij maar één hoofdstuk lezen, geven we geen overzicht van het hele project van dit boek. Maar aan de andere kant... Ook wel. Zoals Sven zou zeggen, alles wat je moet weten staat in het eerste hoofdstuk. Alles wat je moet weten staat in de eerste twee zinnen zelfs. Ja, en uh, we lezen dus de dialectiek van de verlichting. En dat is een boek dat heel erg in cirkels gaat, omdat het eigenlijk één idee heeft wat het op allerlei manieren aan het uitpakken is. Um, wat betekent dat het heel moeilijk is om daar een hele duidelijke structuur in te krijgen. Want hun punt is: zo'n structuur leidt ons uiteindelijk tot iets fascistisch. Uh, dus dat doen ze niet. Zij, zij, zij nemen de problemen op een manier serieus, waardoor ze uh, wel duidelijk worden, maar dat ze een beetje in cirkels praten. Continue dialoog in beweging en blijven gaan, 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 gaan. Exact. Wat betekent um, dat wij gaan wel het proberen duidelijk te maken, maar zeker in het begin. Um, Zullen we af en toe nog in cirkeltjes praten waarin niet alles meteen super duidelijk is? Maar ga daar wel even doorheen, want het is een totaalplaatje. En als je, als je eenmaal de puzzelstukjes hebt, dan vallen ze allemaal heel mooi in elkaar. En dat is zo'n goed gevoel, jongen. Ja. Yeah. Ik geloof in jullie. Ja, jullie kunnen het. Dan, without further ado, de dialectiek van de verlichting. Uh, laten we beginnen bij verlichting. hè? Um, ze hebben het in dit boek heel erg veel over, ver, over de verlichting. En het eerste hoofdstuk heet Het concept van de verlichting. Ja, gewoon, precies. Probeer, waar ze, in het eerste hoofdstuk leggen ze eigenlijk gewoon uit wat zij vinden dat de verlichting is. Ja, en misschien um, de, de verlichting is dus uh, de, uh, die periode, uh, een soort van periode in de geschiedenis van. Uh, West-Europa eigenlijk, um, waarin uh, de verlichtingsdenkers. Um, het was eigenlijk aan de periode waar ze zo was van, oh mijn God, wij komen achter alle waarheid in de hele wereld. Fantastisch, wij werpen overal ons licht op, alles wordt helder. Ja. We zijn zo Ni slim. Ni Newton. Verlichtingstenker. Ja, dus ineens waren ze wel. met de, re, de A, I, rationaliteit en I, de wetenschap de wereld aan het ontsluieren. Isaac, Isaac Newton, je ja. weet wel, de man van de zwaartekracht. Precies, en dat ook Kant, Hume, al die mensen die we, Descartes waar we over gesproken hebben, zijn allemaal verlichtingsdenkers. Allemaal van die mensen die ze zijn van het ratio. Ja. Is het geen wat ons in staat stelt om te ontdekken hoe de wereld werkt? Precies, wat vet. En het verlichtingsdenken is ook een, een vooruitgangsdenken. Hè? We, 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 we worden beter, we worden ja. vrijer, we worden autonomer. Hoe beter we, we de, de wereld vrijheid. kennen, hoe beter we met de wereld om kunnen gaan. En hoe vrijer wij zijn als mensen, hoe meer wij van de wereld weten, hoe meer wij met de wereld om kunnen gaan, hoe meer macht we hebben. Ja. Over de wereld. En dus dat, dat gaat, dat, dat verlichtingsdenken, dat, dat, dat ging over rationaliteit, over kennis, over vrijheid. En um, over vooruitgang. En um, daar hebben Adorno en Horkheimer in de, de, het volgende over te zeggen. Positief, uh, De eerste toch? twee zinnen. Positief, uh, toch? <laughs> oh, Echt wel positief, want je denkt verlichting goed, toch? Ja, En Adorno kijk eens Horkheimer, naar vooruitgang, we hebben nu een lamp. Ja, en ik zal hem eerst in het Engels even voorlezen. In the most general sense of progressive thought... the Enlightenment has always aimed at liberating men from fear and establishing their sovereignty. Yet, the fully enlightened earth radiates disaster triumphant. Oftewel, um, in, in, het, in het vooruitgangsdenken is het idee altijd geweest dat de verlichting. Uh, het doel van de verlichting was. om de mens te, uh, te verlossen van angst. en, en de mensen soevereiniteit uh, te bewerkstelligen. Um, maar. De volledig verlichte aarde. ja, is een, is een puinhoop, eigenlijk. Um, dus. want zij kijken dus om zich heen. Hè, op het punt dat mensen. het hoogtepunt van de verlichting. Uh, uh, uitriepen. Mm -hmm. um, waren Mussolini en Hitler er. Dat was. zij zeggen. zij zijn het resultaat. van de verlichting. Het resultaat van de vooruitgang is het fascisme. ja. Wat fuck is hier aan de hand? Ja. Want fascisme, je weet wel, de nazi's, die mensen die ze waren van. Hallo, iedereen moet uh, zijn zoals wij denken dat mensen zijn, als dat niet zijn. Kijk, ja. dat uh. was de combinatie van de, van de verlichting. Was, kijk eens naar ons. De jaren 30 waren spannend, fantastisch. En opeens naar nou, hmm, zo spannend en fantastisch waren ze niet. Maar er werd de hele tijd gezegd: kijk eens wat voor dingen wij voor elkaar krijgen. Kijk eens, we hebben nu auto's. We kunnen vliegen. Ja. Kijk eens hoe ver wij vooruit gaan. Kijk eens hoe wij de wereld hebben overmeest. Hoe wij de wereld de baas zijn over de wereld ja, en, eigenlijk. Ja, en hoe vrij wij daardoor ja. nu zijn. En de volgende stap was blijkbaar het nazisme. Dus het fascisme. Ja, en dus al die auto's zijn tanks geworden. Al die vliegtuigen zijn bommen gaan Het zijn allemaal voorts geworden. Ja, <laughs> ja, ja. Um. En dus hun stelling is dat dat het fascisme, dus gekomen is uit de verlichting. Het is geen toeval dat het fascisme tot stand is gekomen binnen dit verlichtingsproces. Ja, binnen wat deze veel mensen ontwikkeling. Precies. Wat, wat veel mensen dus juist eigenlijk als twee tegenpolen zien. Hè? Aan de ene kant hebben we vrijheid, en dan hebben we aan de andere kant fascisme. Uh, Je weet wel, de onderdrukking, de, de dominating, dus over gewoon alles fout. Ja, en ik bedoel, het fascisme is natuurlijk veel meer dan, uh, dan dat zij in dit boek behandelen. Ja. Um, maar uh, he, het fascisme in de Italiaanse context is heel erg uh, het volk voor de staat inzetten. En um, de, de vitaliteit van de staat proberen te. Uh, uh, in leven te houden door expansie, door strijd. Mm -hmm. En het, het fascisme, eh, zoals het in het nazisme, in, uh, het zijn, het zijn gradatieverschillen, right? maar in het nazisme is heel erg bloed en bodem, uh, het, het volkswezen dat geaard is in deze specifieke bodem, uh, moeten we beschermen door middel ook van expansie. Ja, en we strijd hebben, er, we en hebben het er, met Agamemnon hebben we het er wel over gehad. En het fascisme is ultranationalistisch, is uh, dictatoriaal. Het is uh, binnen deze grenzen en niet verder. En binnen deze grenzen en niet verder op een hele conservatieve manier. Van dit is hoe het is, dit is hoe het moet zijn. En alles wat daarbuiten valt, moet weg. Ja. Dus dit land is hoe het moet zijn. En alles moet hetzelfde worden. Ja, en, um, maar dat, want nu zeg je het in het abstracte, mm -hmm. en daar wil ik nog wel even voor waarschuwen. Um, dus niet alles wat uh, iets tot één ding wil reduceren is fascisme. Uh, kan like, fascisme is autoritair, vaak. Totalitair. Oh, en totalitair, maar niet alles wat totalitair is, nee. is fascisme. Nee. Um, dat is een belangrijk ding, want mensen vergeten dat. Mensen, de. de de scholing die wij krijgen over fascisme is, is veel te slecht, waardoor we dus denken, oh dictator of oh, jij probeert te beïnvloeden wat ik denk fascisme. Ja, uh, dat is, is niet, het niet. Noord-Korea is niet noodzakelijk fascistisch. Nee, precies. Het is wel dictatoriaal. dictatoriaal precies. Maar niet fascistisch. het zijn, het zijn um, autocratie, dictatoriaal, het is een schaal met aan de ene kant of je zijn democratie en aan de andere kant autocratie. Terwijl fascisme een ideologie is op dezelfde manier. dat het communisme een ideologie is. Of het liberalisme. Of het liberalisme. Ja. En dus, dus het uh, zijn twee dingen die uh, je ziet: het fascisme en het totalitarianisme vallen samen. Maar die hoeven niet noodzakelijk samen te vallen. Precies. Dus niet elke uh, dictator is een fascist, dat wil ik even zeggen. Maar elke um, fascist is een dictator. Maar zij behandelen wel het. Uh, het dictatoriale aspect van het fascisme hierin. Dus zij hebben het niet per se over het, uh, het bloed- en bodemprincipe of dat soort dingen. Um, um, zij behandelen dus wel het, 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 het. Ze behandelen hetgeen wat ze tegenkomen in de wereld op dat moment. Dat ja. is wat kritische theorie is. Hè? Dat, dat, tenminste, dat is, als je meer kritische theorie leest, hebben ze het erover. Kritische theorie gaat over de wereld en hoe wij die tegenkomen en wat daarmee aan de hand is. Het gaat verder op Marx' een project van... We, we, we hebben als filosofen nagedacht over de wereld... maar we moeten hem veranderen. En daar, op die manier is de kritische theorie dus heel contextueel... en heel erg gebonden aan de context. En dat zie je dus ook hier. Dit is gebonden aan de context op de manier... 1944, mensen die gevlucht zijn uit hun eigen land... omdat ze daar anders zouden worden vermoord. Ja. En... Uh, dat is de reden dat ze het over een specifieke vorm van fascisme hebben. Maar het betekent dus niet dat de vorm van fascisme waar zij het over hebben uh, de enige vorm is. Ja, of de aspecten. Ja. De aspecten van het fascisme dat zij beschrijven is niet het enige aspect ja. van fascisme. Uh, dat wil ik even duidelijk maken, omdat mensen tegenwoordig, zeg maar, iedere keer als ze een mening horen die niet met hun eens is, zeggen ze: Ah, je bent een fascist. Omdat ze. Uh, niet meer mogen denken wat ze willen denken, of zo. Weet je wel, dat is gewoon, dat is gewoon onzin. En vrijheid wordt afgenomen. Ja, Hallo. precies. Ja, niet elke inperking van vrijheid is fascistisch. Um, maar fascisme is een inperking van vrijheid. Precies. Um, en zij, zij zeggen dus, hè, de, dat fascisme komt is een logische uitkomst van de verlichting. Um, en uh, nou, hoe kan dat nou? En dat doen zij door middel. Zij, zij kunnen dat zeggen door middel van een methode, als het ware, die zij toepassen. En dat is de dialectiek. Um, Jij mag deze uitleggen. <laughs> en de dialectiek uh, is, is aan de ene kant een methode. Aan de andere kant een, iets wat. Een, een beweging in de geschiedenis, als het ware. Um, maar um, om het zo te zeggen. De, wat, wat dialectiek doet, is de waarheid vinden van iets, de kern vinden van iets. In, niet in een statisch ding. Uh, Plato schreef altijd. Um, uh, Zijn. Plato, hè, oude filosoof nog voor Aristoteles, die we behandeld hebben, uh, Griek, schreef altijd dialogen. Zijn, zijn ideeën in, in dialogen. Dus hij had altijd Socrates, uh, die dan. Uh, hij schreef fanfiction. Ja, hij schreef, hij schreef fanfiction van zijn leraar. Ja. Um, Wie niet? Hij, had, hij deed dat door Socrates um, mensen vragen te stellen. Dus hij, oh, wat, is, wat, is, wat is goed? En dan, dan ging hij op de markt staan en dan vroeg hij aan een generaal wat is goed. En dan had die generaal het, het antwoord. En dan ging Socrates vragen stellen. En dan kan die generaal in de problemen met, oh, hij, zegt, hij ziet dat zijn, uh, dat zijn antwoord zichzelf tegenspreekt. Dat hij, oh, goed is dit. Oh, dan vind je deze situatie dan ook ja. goed. Oh, nee, he, ja. tegenspraak. En um, dialectiek, dat is een concept van Hegel, wat, uh, dat is een Duitse filosoof waar Marx zichzelf op baseert. En via uh, Hegel en Marx doen ook dan. ...deze twee, Adorno en Horkheimer... ...is dan de toepas... ...is dan de methode die zegt... Dit de, ...wat is nou de waarheid... ...van uh, dat... De ...goede, bijvoorbeeld. Socrates had niet het... ...het antwoord. En um, die generaal... ...had ook niet het antwoord. Maar het is een soort van... ...die beweging tussen die twee... ...daaruit... ...ontstaat het goede. Socrates... Daaruit kunnen we... Uit de beweging tussen die twee kunnen we de, uh, wat het goede is halen. Dus uit die generaal die zichzelf tegenspreekt, um, komt uiteindelijk misschien een idee van wat goed dan wel is. Ja, want Socrates noemde zichzelf een vroedvrouw. En wat hij daar eigenlijk mee bedoelde was. Um, dat hij dus in dialoog ging met iemand en dat hij niet wist wat het antwoord zou zijn, maar dat hij dat door zijn methode het eruit probeerde te halen. Ja. En dus in de interactie kom je verder. Ja, en het is dus niet in het ene kamp of in het andere kamp, nee. maar in de beweging tussen die twee, in de spanning tussen die twee. En het, het ene kamp zegt A, dat andere kamp zegt B. Ab. Um, dat kamp. B komt er ook weer achter dat het zichzelf tegenspreekt. En dat kamp A komt er ook weer achter dat het zichzelf de hele tijd aan het tegenspreken is. Want alles wat één ding is, volgens dus dialectiek, spreekt zichzelf ook altijd tegen. Niks is helemaal uh, stabiel, mm -hmm. als het ware. Alles heeft in zich wat het niet is. En door die beweging tussen al die dingen komen we uiteindelijk misschien tot een waarheid. Ja. Um, dat is kort. Komen we tot iets anders. Ja, uh, en dat andere kan weer. Ja, ik hoorde de laatste goede uitleg. Uh, uh, over, ook over Plato, over vriendschap. Dat ze uh, een platonische dialoog over vriendschap. En uiteindelijk komen ze er niet achter wat vriendschap is. Hè? Dus ze vragen: Hoe, wat is vriendschap dan? Oh, ik denk dit en dit. Um, maar uh, dan komen ze er uiteindelijk niet achter. Maar wat zegt dialectiek dan? Vriendschap is. Het samen er niet achter kunnen komen wat vriendschap is. Mm -hmm. uh, dus uit ons samenkomen, we hebben het over vriendschap, we komen er niet achter, we spreken elkaar zelfs tegen. Daaruit ontstaat een geheel wat vriendschap is. Ja. En op die manier zegt zij dus de, dat is een beweging van de geschiedenis of van gedachten. Een voortgang op een bepaalde manier. Een voortgang door middel van jezelf constant tegenspreken, waaruit weer iets nieuws ontstaat. Dat is wat dialectiek is. En de dialectiek van de verlichting is dus de verlichting die een element in zich heeft dat zichzelf tegenspreekt. Mm -hmm. En dat de beweging tussen die, uh, dat element van verlichting en dat niet verlicht is, daaruit ontstaat het fascisme. Ja. Dat is niet een eindpunt, dat is meer de. Kan het daaruit, een van de dingen die daaruit kan ontstaan, is het fascisme? Ja. Dat is meer, dus de beweging daarvan is. Uh, is dat te ingewikkeld hoe ik het nu heb uitgevoerd? Ik denk dat we het wat praktischer moeten maken. Oké, okay, want ik denk dat we even moeten kijken naar uh, wat tussen welke elementen die dialectiek plaatsvindt voor Adorno en elkaar. Ja. Want we zijn nu allemaal heel veel woorden in het grond aan het gooien. En je bent van oké, okay, ja, ik weet, wel, ik weet wel wat je bedoelt, maar ik weet niet of iedereen weet wat je ja, bedoelt. Fair. En um, ik zou even. Ik heb ook een citaat. Wie ben ik? Oké. Okay. <laughs> Oké. Okay. Um, de volgende zin op de eerste pagina um, gaat over wat. Het gaat namelijk over. Zij kijken naar de verlichting en ze kijken wat het doel is tussen aanleidingstekens van de verlichting. Waarom is de verlichting er? Wat wilden ze doen? En uh, dat citaat zegt als volgt: The program of the enlightenment was the disenchantment of the world, the dissolution of myths and the substitution of knowledge for fancy. Dus um, het doel van de verlichting was het, het de het ontoveren. Ja, ontoveren van de wereld, het. dissolution. Uit elkaar, het, 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 het ontoveren van mythes. Ja, het oplossen. Ja, het oplossen. Dus, het, is, het, is, ze wil, wat, het komt erop neer dat het tegen de mythes inging. Dat het zoals van deze mythes. Zijn niet waar. Ja, dus... dus wij willen de waarheid ontzoeken. Dus wij willen de wereld niet meer. Want je moet. En met mythes bedoelen ze. Grieks-Romeinse tijdperk bijvoorbeeld. Ja. Van de mensen. Wij geloven in al deze goden. De reden dat, het, dat we storm hebben op zee is omdat Poseidon boos is. Ja. En dat is een bepaalde. magie in de wereld. Een bepaalde mythe. Ja. En dus wat de verlichting wilde doen was. De onttovering hiervan. Dus wat de verlichting wilde doen, is ze wilden de facts, wilden ze ontdekken. Ja. De reden, nee, het is niet Poseidon waarom het water ze doet, maar het zijn luchtdrukverschillen, het zijn waterstromen. Dit soort dingen. Ja, precies. En uh, dit is wat Kant zegt eigenlijk in uh, de tekst die hij heeft geschreven. Uh, like, uh, wat is verlichting? Wat is verlichting? Daarin zegt hij zoiets van: uh, hè, de verlichting is de. de, de, de uh, iets, dat, dat de mens eigenlijk volwassen wordt. Dat, ja. um, en dat het de zelf opgelegde ketens uh, f, uh, van zich afgooit door middel van, door middel van rationaliteit en voor jezelf ja. denken. Dus de, de ketens van de kerk bijvoorbeeld, ja. dat je die van je afgooit en dat je voor jezelf gaat denken. Ja. Ja. Eigenlijk is de verlichting kijk, terugkijken naar waar je allemaal in geloofde en zeggen: oh, maar dat waren verklaringen. Die niet op feiten gebaseerd waren. Ja. Er, is, er zijn geen goden die dit doen. Er zijn andere dingen die dit doen. Namelijk natuurkrachten. Ze willen eigenlijk een soort van de volledige wereld kunnen verklaren. Dat is het doel van de verlichting: alles verklaren met fact en logic. Ja. Maar daarin zit een element van mythe en de dialectiek ertussen. Dus die de mythe, de verlichting, de mythe, de verlichting. Want wat door en Horka meer zeggen is mythe wordt verlichting en verlichting wordt mythe. En mythe ja. wordt verlichting en verlichting wordt mythe. Precies. Ja. En dat is die dialectiek waar ze het over hebben. Ja. En ik denk dat we nu dan even kunnen proberen te begrijpen wat ze wat, op welke manier ze met elkaar verwoven zijn. Ja, ja dat is een hele goede. En hoe uit de beweging tussen die twee elementen. Dus ze hebben allebei een beetje in elkaar. Je hebt een stukje verlichting in mythes. En je hebt een stukje mythes in verlichting. Ja. En de beweging tussen die twee tegenstellingen. daaruit. komt, komt het fascisme. Kan er, ja, een van de dingen die eruit kan komen. is het fascisme. Ja, nee, ik bedoel, het komt er ook ja, uit. Ja. Maar het fascisme is de loze uitkomst volgens Adorno en ja. Horkheimer daarvan. Ja, en dus om uh, die relatie echt goed bloot te leggen. Dus die dialectiek. ...van de verlichting, de beweging die de verlichting maakt... Mm -hmm. ...dat die zwabbert eigenlijk tussen zichzelf, de mythe... ...en het resultaat daarvan is uh, fascisme. Um, daar gaan we uh, dat dus goed uitpakken... ...en dat gaan we aan de hand doen van die eerste twee zinnen. Uh, eigenlijk de, die structuur daarvan gaan we volgen. Dus uh, in the most general sense of progressive thought... En dus dan gaan we uitleggen wat de progressive thought nou is. Uh, enlightenment has always aimed at liberating men from fear. Dus dan gaan we het goed hebben over de angst. Wat heeft angst hier nou precies mee te maken en waarom wil de verlichting ons daarvan verlossen? En hoe? Alles. En uh, establishing their sovereignty. Dus dat het de mens ook als soeverein verklaart. Wat betekent dat? Wat heeft dat mee te wat maken Wat is soevereiniteit? En, uh, en hoe resulteert dat dan in. Disaster triumphant. To, to, to. Dus waarom, op welke manier is de verlichting nou vooruitgangsdenken? Waarom denkt de verlichting dat het vooruitgangsdenken is? Of ja. op welke manier is het vooruitgangsdenken? Ja. Want ik denk dat daar nog een potentieel... Uh, minstens de mening van de verlichting over zichzelf... en de mening van het doorgang van elkaar ja. over de verlichting. Nou, is wat, wat is hun... Ik, al, ik, was een pod, ik was een podcast aan het luisteren mm -hmm. hierover, want ik was er van, oh mijn god. En die, had, die maakte een distinctie tussen het project van de verlichting en de verlichting. Mm -hmm. Dat, uh, ik weet, maar dat wilde ik even zeggen. Okay. Maar, um, want de vooruitgang is, ik denk het idee van de verlichting betreft vooruitgang, waarom de verlichting zichzelf categoriseert of um, definieert als vooruitgang is omdat het zegt dat ze dichter bij de waarheid komen, dat ze weggaan van de mythes, van de angst voor het onbekende, dat ze meer te weten komen, En omdat ze meer te weten komen, dat ze meer kunnen met de wereld, omdat ja. ze de wereld beter kennen en dat daar meer vrijheid uitkomt. Ja. Ja. En dat is een goede. Vrijheid om, want als jij bijvoorbeeld vrijheid tot de manier van um, als ik weet hoe wind werkt. Dan kan ik dat gebruiken ergens voor. Dan heb ik meer vrijheid. Als ik de wereld ken, kan ik hem makkelijker domineren. Ja. Al denk ik niet dat dat heel expliciet voor... dat dat niet? Niet. Ik denk niet dat verlichtingsdenkers zo waren van: oké, okay, jongens, ik heb een idee, verlichting, en dan ga ik gebruiken om baas te worden. Ja, maar nee. het is wel iets waar het uiteindelijk een beetje op uitkomt. Ja, en, en dus de verlichting is dus in de zin van dat het weg wil gaan van die mythes. Uh, en, en, en toe naar een toekomst van kennis en vrijheid. Um, Eigenlijk en... is het een beetje... De mythe is de donkere wereld... waar uh, op iedere hoek een god of het onbekende zit... en waar je niet weet wat er gaat komen. En de verlichting is... TL-lamp aan. Tadaa. Ja, dit is er allemaal. Ja, kijk um, eens. Het is en... geen god, het is een schaduw. Ja, en dus Adorno en Horkheimers claim is precies... In het weg willen lopen van de mythe, verzandt de verlichting in dat mythologische. Ja. En daaruit komt dan fascisme. Ja. Maar dat, dus dat is weer die dialectische, mm -hmm. die dialectische beweging. Ja, want de mythe is, um, ik denk, de manier om naar de mythe dus te kijken, is het onbekende en hetgeen waar we bang voor zijn, een vorm geven. Toch? Ja, hè, want uh, het is wel... De, zoals ze in de eerste zeggen... The enlightenment has always aimed at liberating men from fear. Dus de verlichting heeft, is altijd als doel geweest... om de mens van uh, hun angsten te uh, verlossen. Ja. En uh, dat doet het door middel. Dus hoe doet dat? Hoe, doet, hoe, wil, hoe wil de verlichting de mens van angst verlossen? Is kennis. Um, ze zeggen... Um, even kijken. Um, op bladzijde 16. Oh, kijk ons, is veert, 13 pagina's in het hoofdstuk zitten. Uh, volgens mij. Ja, uh, yeah. man imagines himself free from fear when there is no longer anything unknown. Um, dus de verlichting probeert ons te verlossen van angst door dingen te kennen. Door ze te doorgronden als iets wat we kennen. Want als we. En waarom doet het dat? Um, dat doen we zodat omdat we als we dingen kennen. zijn we bevrijd. Zijn, ja, en waarom zijn we bevrijd van de, de, de angst als we dingen kennen? Is omdat we die dingen onder controle kunnen hebben. Dus omdat we iets kennen, kunnen we het beheersen. Um, en dat is voor hun heel. Belangrijk dat beheersen. Ja. Um, want dat is hoe de verlichting, volgens hun, uh, dus ons bevrijdt van angst. Mm -hmm. En uh, dat, dat noemen zij, dat zien zij uh, geëxemplariseerd in een uh, filosofische stroming die in die tijd aan de gang is: uh, het positivisme. Ja. Um, de Vienna Circle, dus de, hoe noem je dat? De Weense Circle, I guess. Um, dat, dat zijn de logische positivisten in die tijd. Ook ongeveer ietsje eerder, denk ik, maar... Uh, weet eerder, ik, ja. ja. Maar um, dat positivistische, dat, dat betekent dat je alles... En dat logische, dat je alles logisch kunt omschrijven. Hè? Woorden zijn maar uh, onzin of uh, vaag. Woorden zijn vaag. We moeten... Uh, alles in logica kunnen vertalen. Als logica is neutraal, duidelijk, boom. Ja. Um, en zij willen dat, dat die impuls die in die stroming zit, groter trekken naar het hele wetenschappelijke project en naar hoe wij eigenlijk naar de wereld staan. Als, en Dat noemen zij dus um, dat positivisme, dat dan dat, dat die wetenschappelijke drang om alles te kennen op een bepaalde manier. Um, je wat ik bedoel, je kijkt me zo hoe, hoe aan. Ja, je hebt een specifieke manier tot kennen, namelijk eigenlijk alles zo abstract mogelijk in logische formules neerzetten. Ja. En onder logische formules verstaan we bijvoorbeeld um, als x, dan y. Of dat soort dingen. Echt absoluut ja. niet meer gerelateerd. Tenminste vind ik, aan ja. de manier waarop wij uh, als mensen nadenken. Nee, maar dat is wel hoe zij de wereld probeerden te vatten... en hoe zij zo waren van dit is de wereld. Ja. En dit is alles wat er is. Ja, en, en dus wetenschap doet dat ook onder andere door middel van nummers. Ja. Dus uh, alles is te vangen in nummers. Uh, de natuurkunde en everything, die, die doen dat natuurlijk met wiskunde en zo. Mijn favoriete maar... voorbeeld hiervan was... Uh, wat ze noemden was uh, zelfs het onbekende... Wordt gevangen in nummers. Want ja. voor het onbekende in wiskunde heb je x. Ja. Of. Y. En dus zelfs alles, zo, zelfs dat wat we niet kennen, valt onder wat wij kunnen kennen en of verklaren. Ja, precies. Want hè, als je bij wiskunde in algebra in, in, in like, de middelbare school moet je vin, x vinden. Dus ja. er, er is iets onbekend. Of, of ze werken zelfs in de, in de echt hogere natuurkunde, met heel veel onbekendes ja. in de dingen. Dat weten ze niet. Maar... Ja. Wie weet wel, dat ene woord waarvan we altijd zijn van weet je wat en daar stoppen we. <laughs> ja, maar dus wat het positivisme, het, het positivisme is deel van het verlichtingsdenken. En wat ze daar dus eigenlijk proberen eigenlijk doen, is ze vangen de hele wereld en ze verklaren zelfs het onbekende. Uh, want ze zeggen dus, uh, dit is een, een van de manieren waarop de verlichting totalitair wordt, hm. volgens hun. Um, zij zeggen op. zeven. In advance, the Enlightenment recognizes as being and occurrence only what can be apprehended in unity. Its ideal is the system from which all and everything follows. Um, even though individual schools may interpret the axioms differently, the structure of scientific unity has always been the same. Dus wat dit betekent is dat. Um, de wetenschap, dus, een heel uh, star en uh, nummergericht beeld heeft. Het heet één systeem, volgens hun. Maar het hun. Hoeft, hoeven geen eens nummers te zijn. Nee. Uh, het is gewoon, uh, het komt er eigenlijk op neer. Er is een wereld en die kunnen we kennen en die kunnen we vangen in deze vorm van abstrahering. Ja. Zij het logica, zij het wiskunde eigenlijk. Of de wetenschappelijke methode. Ja, precies. Het is. Het, het, um, het maakt hetgeen dat niet gelijk is, vergelijkbaar met elkaar. Je ja. kan, dat is ongeveer een rough translation van een zin die hier staat. Alles wat er is en wat er kan zijn en wat er te weten is, valt op dezelfde, met hetzelfde systeem te beschrijven, te onderzoeken... En daardoor kunnen we overal iets over zeggen, en kunnen we alles begrijpen, en kunnen we alles vangen. En dus alles valt onder binnen ons domein. Ja, en, en dus per definitie, als iets door de wetenschap niet onderzocht kan worden, bestaat dan het bestaat het niet. Um, en dat is dus het punt waarop Adorno en Horkheimer zeggen dat dat dus een totalitair systeem is. De werkelijkheid wordt door één systeem beschreven en alles wat daar buiten valt kan niet bestaan. Ja, wat het dus bete ook betekent is dat ze denken dat er een werkelijkheid is en dat wij die werkelijkheid kunnen beschrijven en dat we daar toegang toe hebben. Dat is al een, een fascinerende stap, minstens voor mij, van oké, okay, wij weten nu iets over de werkelijkheid door onze wetenschap. En dat is al een hele dappere stap om te maken, denk ja, ik. Ja, en sterker nog, het enige wat er te weten valt. Ja. kunnen we hiermee? Ja, er is niks anders. Nee. Ja. Um, Het is wel leuk om met religie om te gaan. Ik kan God niet meten, dus hij bestaat niet. Ja. Dat. Of je hebt nog gewoon niet de goede meetinstrumenten gevonden. Je weet wel, mensen worden lichter als ze dood zijn, hè? De geest. Ja, yeah, dat was vroeger een. Voor uh, <laughs> um, positivism, which represents de Court of Judgment of Enlightened Reason... to digress into intel uh, intelligible wor worlds... is no longer merely forbidden... but meaningless prattle. Dus um, wat ze zeggen, de positivisme... het is niet eens dat... Um, het, het, het verboden is om over sommige dingen na te denken, right? Dus vroeger mo mocht je niet um... nadenken over het idee dat God niet bestond. Ja, bijvoorbeeld. Nee, dat soort dingen zijn betekenisloos geworden. Het is niet dat je er niet over mag nadenken, het is dat je er niet over kan nadenken. Is dat in de volgende zin: het hoeft niet atheïstische te zijn, omdat dat geen eens een probleem is wat binnen hun kader valt. Ja. Want je kan God niet meten. Nee, binnen de wetenschap kan je atheïst of niet zijn, maakt niet uit nee, als atheï... je nog een goede wetenschapper ja, bent. Want atheïsme betekent niks. Omdat de vraag die je stelt niet gesteld kan worden binnen dit systeem. Ja, want hoe linken ze dit ding waar we het nu dus over het hebben? Dus het dat... positivisme, de de, de, de de heerschappij over alles, het kunnen weten van alles, alles valt binnen ons domein want alles wat we kunnen weten, is alles wat er is, is alles wat we kunnen weten. Ja, en dat kan op deze en deze manieren gedacht en gezegd worden. Ja. Uh, binnen de wetenschappelijke methode, binnen de logica bijvoorbeeld, dat soort dingen. Um, en um, dat noemen zij dus totalitair. En kan, de werkelijkheid valt binnen één systeem. En alles wat daarbuiten is, het is niet dat je dat niet mag denken, het is betekenisloos. Mm -hmm. Hoe relateert zich dat aan? ...mythe. Want ze zeggen natuurlijk... ...de verlichting is mythe... ...en de mythe is al verlichting. Mm -hmm. um, uh, ze zeggen op... ...latte 24... ...explanations of the world... ...as all or nothing... ...are mythologies. And guaranteed roads to redemption... ...are sublimated magic practices. Dus dat laatste laten we nog even... Uh, ...terzijde, maar ze zeggen dus... Ver, ...verklaringen van de wereld... Hey, Freud. <laughs> ver ...verklaringen aan de wereld... Als alles of niets is mythologisch. Um, wat betekent dat? Um, het betekent dat, oké, okay, wat de verlichting eigenlijk doet, is zeggen, wij kunnen alles verklaren en wat wij niet kunnen verklaren is niet. Wat mythe doet, is wij kunnen alles verklaren en wat wij niet kunnen verklaren is niet. Want wat daar gebeurt is. Uh, het is de angst voor het onbekende. Hè? Het, is de, het is de. Alles wat hier buiten valt, wil ik niet dat het er buiten valt. Dus of het is er niet, of het hoort er niet bij. En dat betekent dat wat de verlichting doet, is ergens een totaliteit van maken. Als er is niks hier buiten. En dat is iets wat niet in overeenstemming is met de realiteit. Want er zijn dingen die we niet kunnen weten. Er zijn dingen die we wel kunnen weten. Maar de reden dat wij deze beweging hebben gemaakt. Is de angst. Want, zoals je misschien kan herinneren, is de reden dat wat de verlichting doet, de verlichting is een soort van de oplossing voor de angst die we voelen, de angst voor het onbekende. Het enige ding is dat in het weggaan van de angst voor het onbekende, zijn we bang geworden voor het onbekende. We hebben die angst voor het onbekende erin gehouden. In mythe manifesteerde zich dat als. Um, Onbekende is een god. Onbekende zijn. Daar, daar doen we de mythes mee. We hebben hetgeen wat wij kunnen weten. We hebben de goden, niet? Nou, het is ook volgens mij ook de, de manier waarop de mythologie het uitlegt. Dus, hè, we hebben al deze vet oh, rare pantheon. shit. Ja, uh, waarom is er Waarom? Waarom zijn al deze dingen Met er? Van bang, Precies. De uitleg daarvoor is goden. Ja. Um, oh ja, ja. Je hebt, in mythe heb je. Een, een volledig systeem wat alles kan verklagen. Ja. Namelijk, bijvoorbeeld als we naar de Grieken kijken, de Goden. En de kleinere Goden. Iedere rivier heeft een eigen God. De reden dat deze rivier, zoals die is, en dat er een soort van een, 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 een ding is dat, dat het is, de God. En wat wij nu, heb je precies hetzelfde binnen de verlichting. Dus je bent teruggegaan naar hetgeen wat mythe maakt wat het is. Namelijk één systeem dat alles kan verklaren. Want je wil daar niet buiten gaan. En op die manier is verlichting mythe, maar op welke manier is mythe dan verlichting? Uh, omdat het uh, omdat hè, verlichting in, in zijn vooruitgang probeerde altijd van mythe weg te komen. Mm -hmm. En de manier om dat te doen was uh, ja, precies verklaren. Mm -hmm. um, uh, omdat ze voelden dat mythologie eigenlijk niet verklaarde. Right? Mm -hmm. um, maar um, die uh, verklaringen die uh, de verlichting mee kwam, zijn eigenlijk een soort mythologische verklaringen in de zin van een totalitair systeem. En dus in die manier probeert het weg te komen van, de, uh, van mythes, maar is het daar weer in teruggevallen. Dus de vraag is: wat is die verlichting-ding in de mythe? Is, is dat het ook. Die verklaringen zoekt. Uh, voor en, en de angst probeert te uh, dispellen, te weg probeert te nemen. Mm -hmm. En dat in verklaring zoekt. Dat, is, dat doet mythe en verlichting allebei. Ja. En uh, we hebben hier dit is, dit is een soort van die, die, die. de dialectiek van de verlichting is de mythe, verlichting, mythe, verlichting. En dat is gewoon het ding één, het centrale punt van dit hele boek. En het is ook een soort van de vorm van dit hoofdstuk. Het gaat heen en, en heen en weer en heen en weer en heen en weer en heen en weer en dan komt er weer wat, er komt wat nieuws uit en dan gaat weer heen en weer. En um, ik heb, er is een grote collectie citaten ervoor, maar ik denk dat we misschien even terug nog moeten gaan naar angst, mm -hmm. want wat zij zeggen is dat de verlichting geradicaliseerde mythische angst is. Mm -hmm. Dus um, een mythische angst is... ik ben bang voor het onbekende, dus dit en dit en dit. En dat is... uit de mythe komt op die manier de verlichting... in dat ze het... nog meer één ding hebben gemaakt. Er is nog meer één... wetenschappelijke methode. En dat komt dan weer terug naar de mythe natuurlijk... met de angst voor hetgeen wat er buiten is. En... wat dat... dat en dat is... Ja, en dan gaan ze verder naar dus dat fascisme... en dat totalitarianisme. Want... Het is niet mogelijk voor iets om daar buiten te zijn. Dat willen ze niet erkennen. En zodra je zegt dat er niks buiten kan zijn, dan zit je vast in de verlichting en dan wordt het totalitair. Als je die, dia als je die dialectiek erkent, dan kom je niet noodzakelijk problematisch vast te zitten. Maar als je je een soort van vasthoudt aan dat idee van de verlichting, als alles verklarend, dan. Krijg je dingen als het fascisme? Ja, als als je één antwoord wil hebben ja. op het leven en niets daarbuiten. Uh, wat dus die verlichting tot mm -hmm. nog toe heeft gedaan, uh, dan krijg je dat probleem inderdaad, um, mm -hmm. en, uh, als, als een verlichtingsdenker denkt dat ze een volledig systeem hebben waarmee alles te verklaren is, dan wordt het destructief. En dat wordt destructief op de manier dat fanatisme ook soms wordt gezien dat is een hegel citaat waar we het niet over gaan hebben, maar dat is um, uh, fanatisme is als je één idee hebt over de wereld, één idee hoe alles is, dan gaat dat nooit in overeenkomst zijn met hoe de wereld echt is. Hoe ja. de wereld ervaren wordt, de wereld die ervaren wordt is dynamisch en um, heeft Heel veel facetten en is continu in bewe beweging, et cetera, et cetera. Maar als jij dus gaat zeggen, er is één ding dat dat allemaal kan verklaren. De enige manier om dat werkelijkheid te maken, is om alle dingen kapot te maken die niet zo zijn zoals jij zegt dat de wereld is. En dan ja. krijg je dingen als het fascisme. Ja. Dan krijg je oké, okay, dit is hoe de mens is. We krijgen het nazisme bijvoorbeeld. Als je, als je kijkt naar. Um, het nazisme zoals het in Duitsland was, van wij hebben een idee hoe het Duitse volk is. Ja. En alle dingen die daar niet mee overeenkomen. Ja, dus dood. dat is um, dat zijn parasieten in het volk, zoals uh, Joden, mm -hmm. uh, die, die op dat volk ja. parasiteren. Dat zijn um, mensen binnen dat volk die het volksleven niet verstevigen. Mm -hmm. Dus dat zijn chronisch zieke mensen, dat zijn mensen met een mm -hmm. handicap. Um, er zijn twee soorten mensen in die samenleving: mannen en vrouwen. Die hebben allebei hebben ze een rol die hun toebehoort. Als je die niet goed doet, mag je eruit. En überhaupt, als je denkt dat je erbuiten valt, mag je ook naar de kampen. Um, dus dat is de manier waarop uh, Nazisme in particular die uh, uitkomst is van dat totalitaire mm -hmm. verlichtingsdenken. En dat er maar één ding is. Ja. En alles wat er buiten is. Is angst eigenlijk wat ja. ze zeggen. Hè? Want ze willen dus. Ze, het is, we, we zoeken uitleggen voor dingen. Omdat we bang zijn voor het onbekende. En dus... ja, maar als jij, als jij denkt dat de wereld. De, dat de manier waarop de wereld is, les hoort te zijn, is een specifiek soort vrouw, Aris, wit blond, haar blauwe ogen. En een specifiek soort man wit blond haar blauwe ogen met een traditionele rol. Vrouw uh, doet het huishouden, zorgt voor de kinderen. Man werkt en verdient geld. Als jij denkt dat dat is hoe de wereld... Heteroseksueel. Heteroseksueel, heel belangrijk. Uh, kin, vijf kinderen voor een dertigste. Als jij denkt dat dat is hoe de wereld is... en jij wil jouw wereld behouden... want dat wil je, want jij, wil, jij bent bang voor hetgeen wat er buiten valt. Jij bent bang voor het onbekende. Dan doe jij er alles aan... Als, het, als je het in de praktijk brengt, hè? Je je ook nog wat ideologische, je hebt ook nog wat in gedachten gaan. Maar als je het in de praktijk brengt, dan maak jij alles kapot. Want we hebben het hier met Arkanman, hebben we het hier heel veel over gehad. Hè? We hebben het over bloed en bodem gehad. En we hebben het gehad over het probleem met de ideale Duitser, die um, het, waar het Nazisme om draaide, was dat die niet bestond. Ja. Omdat niemand. Puur is. Ja. Dus aanhalingstekens. De, en dat is dus het probleem wat je gaat krijgen met dat totaliserende. Is dat je uh, een ideaal hebt wat nooit overeen gaat komen met de werkelijkheid. En dat je daardoor alles kapot maakt. En dan komen we weer terug dus bij dat hegel, hegel citaat waar ik het over heb. Die, die heeft dat erover. Hegel heeft het erover dat uh, wat het fanatisme eigenlijk is. Is dat uh, het kan of ideologisch blijven of het kan uh, zich manifesteren in de werkelijkheid. Ideologisch, dan krijg je. Eigenlijk het boeddhisme, dan krijg je het... Ik ga helemaal, helemaal los van de wereld. Of je gaat het de praktijk inbrengen... en dan maak je alles kapot uiteindelijk. En dat is wat Adorno en maar ook zien met het fascisme. Ja. En daar heb ik mijn scriptje over geschreven. <laughs> ah, ja, die ik nog steeds niet gelezen heb, helaas. Um, maar ik heb hem wel onderhand. Ja, je hebt hem wel. <laughs> dus nu is het mijn schuld. Ja. Um, en dus we kunnen hier mooi uit... Zeggen, want we hebben het nu over die angst gehad... Um, kunnen we mooi naar uh, wat, dus, die. Uh, ja, Establishing dus sovereignty. Ja, wat die uh, explanation. Sorry, hoe noem je dat? Explanation. Uitleg, Uitleg verklaring, mm -hmm. nou, bewerkstelligd. En dat is dus eigenlijk overheersing. Ja. Um, uh, het, het, het idee dat, dus, die kennis, als we eenmaal kennis hebben, waarom zijn we dan precies niet meer bang. Dat is omdat we die dingen dan kunnen overheersen. Nou, ik doe even de korte citaat. Uh, Enlightenment behaves towards things as a dictator towards men. He knows them in so far as he can manipulate them. The man of science knows things in so far as he can make them. In this way their potentiality is turned to his own ends. In the metamorphosis, the nature of things as a substratum of domination. Is revealed as always the same. This identity constitutes the unity of nature. Dus. De eenheid van natuur is ook weer mythisch. Ja, we hebben het gehad over hoe dus alles gevangen wordt in één systeem. En dat systeem werkt door alles kennen we op dezelfde manier. En op welke manier kennen we dat nou is in zoverre we het kunnen maken of beheersen. En dus dat. Op die manier naar de wereld kijken, door dat systeem, reduceert of verandert uh, alle de, de kern van dingen, de, het wezen van dingen uh, naar ze het, noemen het, 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 het substratum van overheersing. Dus alles, het wezen van alles, wat we, we, we zijn op zoek naar de kern van de dingen en door de manier waarop we daarnaar op zoek zijn, zien we, zien we die, die kern als iets heen, wat omhoog? we kunnen. Overheersen. Dus alles wat we kennen valt te overheersen. Ja. En dus valt te maken, valt te manipuleren. Um, en um, nou, het, is, het is niet um, moeilijk om dan die link te leggen... Hè, tussen uh, waarom zij denken dat het fascisme dan daaruit komt... omdat alles uh, wat we kennen kunnen overheersen. We hebben het er net al een beetje over gehad... Dat dus alles dan ook overheers wordt, maar dat overheersen um, is, probeert dus, zoals ze zeggen, de sovereignty of man te establishen. Dus het probeert ons vrij te maken en onafhankelijk te maken van, volgens mij, twee dingen. één van de natuur, twee van andere mensen. Geen angst? Ja, en ook angst. En daarin angst. Daarin, in die angst. Want ja. Om ons vrij te je maken hebt helemaal van gelijk. angst. Je hebt helemaal gelijk. Het probeert ons vrij te maken van angst. Mm -hmm. En dus het onbekende. Dus we proberen alles te kennen en te domineren. En wat is nou onbekend is eigenlijk bijna. Uh, dus we proberen andere mensen te leren kennen, zodat ze niet meer onbekend zijn. We proberen de natuur te kennen, zodat het niet meer onbekend is. En in dat kennen. Overheersen ze. Dus, uh, Want ik heb er een citaat van. Mm -hmm. Enlightenment is, myth is mythic fear turned radical. The pure imminence of positivism, its ultimate product, is no more than a so to speak universal taboo. Nothing at all may remain outside, because the mere idea of outsideness is the very source of fear. Dus verlichting ja. is dus die radicalisatie van mythische angst. En de pure immanentie van het positivisme, ofwel het feit dat alles in de wereld verklaarbaar is, overal het enige wat er is, is in de wereld en dat kunnen wij allemaal weten. Ja. Dat is een vorm van taboe. Een vorm van: er is niks anders. Er, uh, de rest spreken we niet van. De rest is. betekenisloos. betekenisloos. Not niks mag daar dus ook buiten blijven omdat überhaupt het denken aan dat er iets buiten kan zijn, de oorsprong van angst is. Dus de reden dat wij bang zijn, is het idee dat er iets is dat wij niet kunnen verklaren. Het idee dat er iets is dat niet binnen ons systeem valt. Ja. En dat is een radicalisatie van die mythische angst. Want die mythische angst was de oh fuck, waarom regent het? Oh ja, er is daar iemand. En als je dat radicaliseert, wil je is het dus een soort van. In één systeem alles vangen. En als je in één systeem alles vangt en je hebt een systeem dat niet alles kan vangen, dan is het mislukt. En dan ja, nog precies. meer angst. Ja, precies. En dus, en dus um... ook de, 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 Nazi, de nazi's die willen essentie van de Duitser kunnen vangen en alles wat daar buiten valt. En, dat is een Ja, en dat proberen ze ook dan door middel van andere mensen te overheersen. Uh, en ook, dat doen we nog steeds, hè, de natuur. Uh, even kijken, ze, ze citeren uh, uh, Bacon, een grote verlichtingsdenker. Francis, yeah, Francis Bacon is le boy. Ja, grote verlichtingsdenker, citeren ze... Uh, als hij zegt. Now we govern nature in opinions, but we are thrall unto her in necessity. But if we would be led by her in invention, we should command her by action. Oftewel, het doel van de verlichting is, is natuur overheersen. We zijn altijd bang geweest voor de natuur. Maar doordat we haar gaan kennen, gaan we haar overheersen en hoeven we er niet bang meer voor te zijn. Ehm. Um, en dat doen we dus door middel van het kennen en door middel van de reden. Um, en dat, zo gebeurt dat dus ook bij andere mensen. Um, probleem is dus dat, en, en dit is een, een, een probleem waarop zij dus, of een punt dat zij zeggen dat. Um, de verlichting weer terugvalt naar mythe, of eigenlijk verder ontwikkeld weer naar mythe. Ja, het is gewoon je wordt de, het, is een, het is niet per se een cirkel, het is een soort van een hele rare slang. Ja. Um, en um, ze zeggen namelijk dus dat de reden zelf een soort terugval maakt. Het de, de, de denken zelf wordt dus voor het karretje gespannen van overheersing. Van, uh, en uh, waardoor de reden zelf dat noemen ze dan instrumentele een de rationaliteit. Ja, maar de rationaliteit op een bepaalde manier. Ja. Um, de, die instrumentele reden is dus dat we um, over dingen nadenken als nuttig. Hoe, instrumentele, hoe kunnen we, hè, dus um, in, in, de, in regeringen, in, in dingen is het gewoon als we nadenken: het is heel praktisch. Hoe kunnen we dit maken tot iets wat nuttig voor ons is? Right? En dat is het enige stapje dat de reden nog hoeft te zetten. Hoe kan ik dit gebruiken voor mij? Ja. Voor dat ik overleef. Mm -hmm. Voordat ik niet meer bang hoef te zijn. Uh, dat, dat noemen zij, en dat is natuurlijk iets wat filosofen niet willen dat de reden doet. Zij, mm -hmm. die willen, uh, zij willen dat de rationaliteit veel groter kan denken. In plaats van uh, mm -hmm. dingen tot instrument maken voor mij... dat ik die dingen kan overheersen... en dan een bepaald leven kan leiden. Ja. Dus de overheersing... dus de kennis... Die, dat kennissysteem waar alles... Um, binnen moet passen. Ja, dat al overheersende Ja. Laat ons dus inderdaad... alles overheersen. Um, en, en dat establish onze sovereignty... oftewel dat dat, dat zorgt ervoor dat wij soeverein zijn. Dat we bevrijd worden van onze angst. Maar dat we dus ook bevrijd worden van de... onbekende dingen zoals... Uh, en daarvoor moeten we overheersen over de natuur, anderen en ook onszelf. <laughs> um, en om ook te laten om dat, hoe dat precies werkt te illustreren, maar ook hoe dat al aanwezig is in mythe, um, gaan zij uh, naar de Odysseus kijken. Um, Odysseus, de, de, de Griekse mythe van de Guy op het Schip. Homerus, hij heeft twee big boy boeken geschreven. Nou ja, gedichten. En die heeft hij verteld, maar laten we dat even negeren. En de eerste gaat over de Trojaanse oorlog... en de tweede gaat over een man die er tien jaar over doet... om terug naar huis te komen, omdat de god Bo Poseidon boos op hem is. En ja. zijn schip gewoon altijd de verkeerde kant op gaat. Ja. En hij even een jaar bij een vrouw op een eiland zit... en aan het druk, maar hij doet er tien jaar over. Ja, en um, zij, zij pakken een, een stuk uit zijn mythe om te laten zien hoe die overheersing werkt. Um, en, Moet ik hem niet de mythe uitleggen? Ja, noem maar. Oké, okay. op een gegeven moment... Oké, okay, dus onze boy Odysseus die zit op zijn schip in het water. Gymnasium Hannah Act, weet het? Yes, thank you. Ik uh, heb dit wel ooit vertaald, denk ik. En op een gegeven moment... Uh, Sirens? Sirene? Ja. Ja? Dan vagen ze langs een plek waarvan men weet dat er sirene zit. Dus vrouwen die zingen en dan ben je zo van... Oh mijn god, daar wil ik heen. En dan stuur je je schip naar ze toe en dan word je een schipreukeling en dan eet ze je op. Dat is ongeveer hoe het werkt. En Odysseus die weet het. En Odysseus is zo van, oh mijn god, hoe kan ik ervoor zorgen dat we hier levend langskomen? Maar... En wat hij doet met zijn bemanningsleden is, hij stopt was in hun oor. Hij laat ze was in hun oor stoppen, zodat zij de sirene niet kunnen horen. Het enige ding is, er wordt gezegd dat sirenen zowel de knapste wezens ongeveer ter wereld ooit zijn, en dat ze het allermooiste gezang hebben. Want de reden dat mensen doodgaan is omdat ze naar dat prachtige gezang toe willen gaan. Ze zien daar een vrouw liggen en zijn ze zijn zo van, oh mijn god, waarom is ze zo mooi? Waarom kan ze zo goed zingen? Dus Odysseus wil het horen. En dus wat hij de bemanningsleden laat doen, is hij zegt van maak me vast aan de mast. En wat ik ook zeg, haal me er niet vanaf. En dat is een situatie waar Ador en Horka het over hebben. Dus de bemanningsleden met was in hun oor, dus zij horen niks, maar zij kunnen het schip besturen. En Odysseus vastgebonden aan de paal, die wel wat kan horen, maar geen handeling uit kan voeren. Ja, en dan de sirenes. Die... En dan de sirenes hoort ze van... oh mijn god, deze mooie vrouwen kunnen zo goed zingen. Ja. En dus wat Adorno en Horkheimer zeggen... ze zeggen hier op bladzijde 32... The self, is still so uh, yeah, the self is still so close to prehistoric myth. En dan zegt zij op bladzijde 33... men had to do fearful things to themselves... before the self the identical, purposive and virile nature of man was formed. And something of that recurs in every childhood. Dus wat zij zeggen is... Um, dat systeem van kennis, dat alles gedomineerd moet worden... en alles eigenlijk uh, één moet zijn... Um, uh, dus duidelijk en in een akkoord met zelf, begrijpelijk... Uh, eenduidig. Eenduidig. Ja. Dat, dat, dat moet ook met de zelf gebeuren. Ja. Um, dat, en zij zeggen dus eigenlijk: men had to do fearful things to themselves. Dus wij, wij hebben echt angstaanjagende dingen. Doen, doet ieder kind zichzelf aan om binnen een het. zelf te worden? Ja, om, om binnen het systeem te passen. Ja. Um, en ze zeggen dat is wat de, waar, hoe zij de mythe van Odysseus lezen. Odysseus is de, 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 eerste, de eerste verlichte man, ja. eigenlijk, die, die zich net heeft losgerukt van de natuur om een, een menselijk zelf neer te zetten. Hij weet hoe mythe werkt. Odysseus is een, is een geniale man. Odysseus is een. een, een, een... Slinks. Ja, slinks. Dat is de woord. Ja. Ik wilde iets met een vos zeggen, maar ik was het woord kwijt. Maar hij is slinks. Odysseus is de reden dat de Trojaanse oorlog gewonnen is. Uh, Odysseus. Ja, Odysseus is de, 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 de. Hij is zo slim en hij weet wat er gaat gebeuren. Dus hij weet wat, wat de Sirenen doen. Hij weet wat er gaat gebeuren. Maar hij wil het toch meemaken zonder dat hij erdoor beïnvloed kan worden. En dat doet hij op die manier. Ja, en dus... Terwijl die andere mensen. Wel op de het niet meemaken en niet beïnvloeden. Dat wordt zet. Ja, en dus, dus, dus Odysseus heeft zichzelf losgerukt van de natuur. Hij heeft zich eigenlijk boven de natuur gezet. Als nu individu, als rationeel individu. Ik sta boven mythe. Ik ben ontsnapt uit die mythologie. Um, de verlichte man. De verlichte man. En, maar, maar we zijn altijd nog dichtbij. Dat, dat, het is een dialectiek. We zijn dichtbij die mythe. We, zijn, we worden altijd verleid naar die terugval. We moeten het zelf in stand houden. En dat is wat die sirenes um, symboliseren voor Adorno en Horkheim. Die sirenes die roepen um, uh, de uh, Odysseus terug naar een soort mooie... Uh, die verleiden hem met alles wat hij wil. Ja, om, om dat zelf weer, die, die, dat rationele zelf weer uit elkaar te laten vallen en hem te laten verleiden naar, naar, de, naar de soort van de schone natuur zoals die eerst was. De, de mens als in, in zijn veelvuldigheid, om het maar even zo te zeggen. Um, de, ja, de zin: even though the sirens know all that has happened, they demand the future is the price of that knowledge. Dus ook al. Weten De sirenes alles wat er gebeurd is, de prijs die je moet betalen om dat te weten, is je toekomst, want je gaat dood. Ja, yeah, ja. Yeah. En Odysseus probeert dat te ontsnappen. Odysseus die probeert het te weten en daarna te leven. Ja, yeah. de strain of holding the I together adheres to the I in all stages. Dus de, de moeite om het ik samen te houden verlaat het ik nooit. Het is altijd een moeite om het ik samen te houden. En the temptation to lose it has always been there... with the blind determination to maintain it. Dus in die blinde drang en determinatie die, die, om, om het ik samen te houden... daarbij zit altijd eigenlijk het verlangen om het ook aan elkaar te laten vallen. Om, het, om, om, om het, het, de eenheidsworst waar je, als, waar je jezelf als individu in stopt om een verlicht individu te zijn. Die, dat kost moeite en dat wil je altijd uit elkaar weer laten vallen. En dat is wat de sirenes uh, symboliseren. Ja. Die proberen Odysseus een ik te laten verliezen en, en die, die dat rationele verlichting ik weer uit handen te geven. Ik vind dit stuk. Dit stuk vind ik heel marxistisch. Dit is denk heel ik erg. het meest marxistische stuk van dit hele hoofdstuk, ja. omdat het heel erg gaat over vervreemding over productierelaties en om uh, vals bewustzijn. Ik zie er tenminste vals bewustzijn nee, in. absoluut. En dat is wel interessant, omdat de enige plek waar zij diep op mythes ingaan, is de plek waar zij heel erg Marx erin zetten. Ja, ja, dat is ja. We gaan zien hoe dit allemaal door de door die relaties uh, uiteindelijk komt inderdaad. En dus. Wat Odysseus doet hè, om, om die verleiding die naar een eerdere natuur of whatever een pre-rationele ik te uh, weerstaan, is om niet hij te vervallen tot mythen. hij hij zegt hij heeft zijn roeiers die die zegt jullie stoppen shit in je oren zodat je het niet, überhaupt niet kan horen neus naar voren of in de kerst van roeien naar achter, I guess, en gewoon roeien, gewoon werken. Ja. Ik bind mezelf aan de paal, ja? en ja. ik hoor het nog wel. Ik doe niks. Um, en dat is dat dat staat voor hun voor de voor de marxistische arbeidsrelaties. Um, voor hun is Odysseus een, 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 een. We hebben het vorige keer over gehad. Als je hier dieper op in wil gaan, luister de vorige, Maar voor hun is Odysseus eigenlijk een bourgeois individu. He, dus het burgerlijke hij individu. Hij heeft de productiemiddelen in handen. Precies. Ja, hij, hij is de baas. Hij heeft de, de eigendomsrelaties. Inderdaad, hij staat aan de kant van. Uh, hij heeft de productiemiddelen. En de roeiers zijn de proletariërs. Oftewel de werkers, de arbeiders. Die voor hem. Werken. Um, en um, zo zie je dat zij dus zeggen uh, dat uh, die um, domination, die overheersing, komt door de productieverhoudingen. Doordat de productieverhoudingen zo zijn dat Odysseus zichzelf tot rationele ik heeft gemaakt. En in staat is om dat te doen, inderdaad, in staat is om dat te doen doordat anderen voor hem werken, um, is, is hij tot rationele ik gemaakt en, en ervaart hij die sirenes die elke rationele ik ervaart? Want je, je, je ontrukt jezelf volgens hun uit de natuur. Mm -hmm. Uh, en, en zet jezelf op afstand van de natuur om er dan over na te kunnen denken. Dus jij staat ineens op afstand van de natuur, maar je hoort de, de roep. Je staat op afstand van de natuur doordat anderen voor jou kunnen werken. Mm -hmm. Jij hebt jezelf verlicht. Um, en heb dan die werkers nodig om de, die ik te kunnen blijven. Ja. Um, die werkers stop je iets in de oren zodat zij. Uh, niet de, de roep, weten wat niet er echt door. aan de hand is, vals bewustzijn. <laughs> ja, dus um, zegt hij dat? Uh... Hij zegt: Whoever would survive must not hear the temptation of that which is unrepeatable, and he is able to survive only by being unable to hear it. Dus wie wil overleven, moet niet de verleiding horen van hetgeen wat niet te herhalen valt, van hetgeen wat niet gehoord kan worden. En kan alleen maar overleven. omdat hij het niet hoort. Ja, dus. en hoe, wat betekent dat. in dat de betekent, context van arbeid? Dat betekent dat de enige <laughs> reden. dat jij arbeider blijft. is omdat jij je niet bewust bent. van de positie waarin jij zit. en de relaties waarin jij zit. En daardoor blijf je doorgaan. Dus jij denkt dat jouw situatie. is hoe het is en is hoe het hoort. en je hoort de verleiding van bevrijding, hoor je niet. Nee. Um, en dat komt door Odysseus. Ja, door... dat komt door de uh, persoon die de productiemiddelen in de handen heeft. Ja, en Odysseus hoort het wel, maar hij heeft zichzelf, hij heeft zichzelf aan de paal vastgebonden. Ja. Dus hij kan er niks mee. Hij kan er niks ja, mee. Hij wat wil ze, het niet. Wat zij zeggen is wat Odysseus hears is without consequences for him. He's able only to not had his sign to be set free from his bonds is too late the man who do not listen his oh. Man. oh sorry that's that's Oh, his weird. man who do not listen no only the songs danger but nothing with beauty dus wat odysseus hoort en leave him at the mast in order to save him and then Ja, yeah, want wat odysseus wat odysseus hoort uh, heeft geen consequenties voor hem hij kan alleen maar knikken en zeggen van het is dus dan van hallo kan je me alsjeblieft loslaten kan je maar alsjeblieft bevrijden? dan kan ik naar de sirene toe maar de mensen die voor hem werken, horen dat niet en zien dat niet. Omdat de instructie was, zie dat niet. Ja, en zij... Zij laten hem daar om allebei de partijen te redden. Dus zij laten de bourgeois persoon... laten zij in zijn positie van macht zitten, zodat die kan houden en zodat zij veilig kunnen blijven. Ja, en hun veiligheid in dit, zij, zij, zij horen, zeg maar, niet de schoonheid van de, van de zang, alleen het gevaar. Weet kennen, hoe hebben zij gehoord? Zij hebben over het gevaar van die zang gehoord. Dus je kan, je kan het zo zeggen dat hè, als we het even in termen van revolutie of zo, waar we het vorige keer, waar Marx natuurlijk heel groot op is, waar we het vorige keer over hebben gehad, zij horen alleen het gevaar van revolutie. Ja. Zij horen alleen het... gevaar van loskomen... van, van, van de... kettingen waar, de, waar je... in bent gezet. Zij, zij horen niet de schoonheid. Want nee. hun oren zijn dichtgestopt. En dus blijven ze... roeien. Uh, om zichzelf op die manier te redden. Maar ook Odysseus. Ook ja. de meester. Ook de... Zij houden het systeem in stand. Ja. Door te negeren wat er buiten is. Ja. Want en, dat is de enige manier om het systeem in stand te houden. Ja. En um, als je erkent dat er iets buiten is, dan maak je het kapot. Ja. Angst. Ja, precies. Om uit, uit angst voor het onbekende roeit ook de arbeider ja. door. Um, en en neemt de arbeider ook de de verantwoordelijkheid voor. De, de baas op zich om, om maar gewoon hun schuitje te redden letterlijk. Ja, want anders heb je geen dak boven je hoofd. Ja. En sure, bevrijding is helemaal fun and games, maar bevrijding en dan meteen doodgaan omdat je geen eten hebt, is geen fun and games. Ja. En maar wat Adorno en Horkheimer zeggen is dat um, de, de situatie van de meester van de van de burger van de bourgeois niet per se. Uh, ja, dat is wat. Is het de burger. Ja. Ja. Um, dat dat niet per se. Uh, dat is de historische. Uh, de, de burgerij, de kleinburgerij. Um, ik, ik, ik snap wat je bedoelt, maar het klinkt een beetje. Als ik nu over burgers nadenk, denk ik gewoon na over mensen die wonen. Ja, maar dat is waarom ik mezelf liever een burger noem. Mm. Maar. Um, om. Uh, ze zeggen dat de, de, die positie van Odysseus is niet per se beter dan die van de roeier. Uh, hij heeft het ook niet naar zijn zin, zeg maar. Uh, hij, hij is ook gewoon fucked als het ware. Hij wil, hij levert... hij wil iets waar hij niet bij kan. Ja, um, uh, de, 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 hij, hij wil iets waar ja hij, hij wordt verleid de hele tijd. Uh, door... maar hij, hij heeft zichzelf vastgebonden. Hij is on, ontzettend verstrikt. Um, maar ja, ja, aan de andere kant... de roeier... Uh, heeft het absoluut niet naar zijn zin. Die is gewoon aan het roeien en die moet werken. Oh, en... Want als de roeier... zou ze zijn van... oké, okay, ik maak Odessa los. Oké, okay, ik bevrijd mijzelf van mijn meester. Dan ben je een schip zonder kapitein. En wat ben je dan? Er is geen garantie dat je dat gaat overleven. Nee, natuurlijk doe je dat niet. En de enige reden dat je dat zou doen is als, jij een hele, als iedereen het doet, als de revolutie start. Ja, en um, door deze mythe te pakken laten zij de link zien tussen de mythe over heersing en hoe dat komt. Volgens hun, ze blijven materialisten in die zin. En daar hebben we vorige keer over gehad, het historisch materialisme. Dat de manieren waarop wij denken... komt door hoe de politieke economie is ingericht. Dus zij zeggen, door die eigendomsrelatie... doordat sommige mensen de productiemiddelen hebben... waardoor de andere mensen voor hun moeten werken... Uh, dat geeft ons... Daaruit zijn die verlichtingsidealen gekomen. En daarom zit dat kennen en overheersen in die ideeën. Omdat die overheersing altijd al in die, productie, die productieverhoudingen zat. De een heeft iets en de ander heeft dat nodig om te overleven en wordt dus overheerst. Um, dus op die manier. Um, Zitten ze nog wel in het markt. Dat maakt ze een marxisten. Ja. Um, nou, en niet gewoon cultuuranalisten. Nee. Het zijn marxisten om dat te zeggen. Deze problemen komen en die ideeën komen door de productieverhouding. Ja, het gaat over materialisme, het gaat over historisch materialisme, het gaat over productieverhoudingen. Het gaat over de dingen waar je in gelooft. En hoe dat relateert aan jouw positie waar je in zit. Ja, en dit is dus hun deel van hoe ze het over vervreemding hebben. Waar we het vorige keer met Marx heel erg over gehad hebben, dat wij vervreemd zijn van de wereld, van onszelf, van elkaar, van de producten van onze arbeid. Uh, zegt ze. Van het um, productieproces. Ja, like. Odysseus ziet zichzelf gerepresenteerd in die arbeid. Hè? Zijn boot gaat vooruit. <laughs> Dit is 35. Uh, maar uh, hij kan zichzelf niet overgeven aan die. Self-abandonment, zijn ik even uit elkaar laten vallen, die hij kan zichzelf niet losketenen van die mast. En mm -hmm. hij hij renounces even participation in labor And ultimately even its management, like uh, Bezos, Musk. Nou, Musk, die heeft hij is nu aan het managen, het gaat allemaal fout, maar like Bezos managed echt niet meer zoveel. Hij doet niet meer, hij verdient gewoon. Hij weet delegaat. je wel, hij de, ja, hij delegeert, <laughs> uh, um, hij heeft de middelen ja terwijl maar hij heeft zich vastgeketend aan de mast zeg maar zij is, dat zijn de mensen die zich vast hebben geketend en dus het ook niet naar hun zin hebben zijn echt steeds stukje van de mast meegenomen uh, <laughs> ja en waar whereas de roeiers die die zijn dus dichter bij de dingen zelf wij werken met mm -hmm. de dingen waar dus uh, de, de 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 heerser niet meer bij kan maar wij doen het niet voor onszelf maar wij doen het niet voor onszelf zij doen het niet voor zichzelf de enige reden dat zij voortbewegen en dat zij deze dingen in de oren hebben, is dus, dat dit is, hij was van, hallo, doe dit, dan kan ik doen wat ik wil. Ja, en dat kan die dus niet eens, nee. omdat door. Hij wil dat... eigenlijk in haar de sirene doen en dan wil die doodgaan. Want ja, hij dat dan kan ik, wel beter doen dan dat. Ja, precies in het zeg maar, ik wil kunnen doen wat ik wil, binden ze zichzelf vast aan de mast um, en uh, kan de laborer ook niet meer enjoyen wat ze doen. The servant remains... Kan de remains... werker niet meer gaan van wat hij doet. Ja, the servant remains enslaved in body and soul... and the master <laughs> regresses. Um, dan kunnen we het nu denk ik hebben... over disaster triumphant, over fate. Maar we hebben dus gehad... de bevrijding, soevereiniteit... En nu vooruitgang, bevrijding, soevereiniteit. En dan komt disaster, triumphant. Ja, dus. want we hebben nu alles, alle puzzelstukjes om te laten zien waarom de uitkomst van die dialectiek van de verlichting. Dus, Fact is. Je, je haalt de woorden uit mijn mond. Alsjeblieft. Um, Daar ben ik hier. Um, <laughs> en we hebben het er al een beetje over gehad, over die uh, instrumentele reden. Over, over dat de reden. Uh, niet voor zichzelf maar om iets te bereiken. Ja, want je hebt, je hebt kan het karretje gespand worden voor overheersing. Ja, want je hebt instrumenteel als je, en je hebt als, als teleologie. Ja, maar instrumenteel betekent gebruiken om iets anders te bereiken. Ja, het, het wordt ge, 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 gebruikt. Instrument. instrument ja. En ja. um, dat um, noemen ze de regression of. Dus aan, de, dus aan de ene kant hebben we de vooruitgang, waar we uh, van de reden, hè, dat is het idee van de verlichting. We, gaan, we hebben vooruitgang. Maar juist in die vooruitgang uh, ver, vervalt de reden, gaat hij regressen, gaat hij weer achteruit. Ja. Um, en wordt hij weer mythe. En wordt hij weer mythe? En daar gaan we het precies over hebben, inderdaad. Uh, want het wordt instrumentele reden. En dat betekent eigenlijk dat we niet meer goed kunnen nadenken volgens hun. Ik um, heb het nooit goed maken. Zeker niet nu. Oh nee. god, zoveel zuurstof. Um, <laughs> zij zeggen, zij, waar is die? Oh, dit is. Ik zit wel in de goede in de ene laatste pagina. Hele goede quote. Um, dus hoe wij, na, wij denken alleen nog maar na om dingen te overheersen. De natuur, de ander en de zelf. Ja? Om het in het keurslijf van positivisme, in wat we kunnen, duidelijk kunnen denken, te duwen met nummertjes met getalletjes um, met die en dat trouwens we hebben het gehad over die equivalence hè, dat alles uh, alle mensen zijn hetzelfde moeten hetzelfde daar hebben we het nog over misschien heb ik daar nog een sorry uh, knip <laughs> um, oké okay, dan love the knips. we abandon a thought eigenlijk dus ze zeggen with the abandonment of thought Which in its reified form of mathematics, machine and organization avenges itself on the men who have forgotten it. Enlightenment has relinquished its own realization. Um, dus met het. Uh, dat is, uh, wat is het? Uh, ja, 41. Uh -huh. um, dat is dus, we, we abandonen thought. En uh, dit is, ze, zeggen, ze hebben het over reification. Uh, dat is een marxistische term. Ja, verzakelijking is dat in Nederlandse. Het, het is dat iets, een concept, eigenlijk een soort van. Verdingelijking. Het Latijnse woord res. Het, het, het Latijnse woord res. Ja. Het betekent zaak, slash ding. Ja. Dus reificatie is het concretiseren, het maken. Van datgene. Dus ja. bijvoorbeeld ja. Dus... En binnen marxistische termen betekent dat eigenlijk de ideologie van de heersende klasse neemt de rest van de bevolking aan als soort natuurlijke waarheid. Um, dat, dat is eigenlijk wat de reificatie in deze context betekent. Ja. En Dus het is geen natuurlijke waarheid. Nee. We denken dat gewoon. Um, want we kunnen niet de enige reden die wij aangereikt krijgen is in de vorm van uh, wiskunde, in de vorm van machine, zoals technologie en dat soort dingen. En in de vorm van organisatie, dus uh, bureaucratie, overheid, klassificatie, zoals de uh, sociologie of zo dat doet, of al die dingen. Uh, Dit voelt als een persoonlijke aanval nu. <laughs> ja. <laughs> ja, klopt. Laat het um, denken dat... Concepten echte dingen zijn die er gebeuren, ja. dus de bijvoorbeeld, ik weet niet waarom ik hier aan moet denken. Als wij uh, binnen de biologie over dieren nadenken, dan uh, delen we die in een klasse. Yeah? We hebben zoogdieren en we hebben insecten, en uh, dat is niet per se iets wat is, maar wij hebben het. Mensen een soort van laten geloven dat insecten echte dingen zijn, dat ja. zoogdieren echte dingen zijn. Ja. Terwijl we die gewoon bedacht hebben. Ja. Maar we behandelen ze als echte dingen. Precies. En het kan nog extremer met dingen als um, rechtvaardigheid of zo. Ja, gender. Ja. Uh, er zijn twee genders. Uh, twee geslachten. Twee geslachten zelfs. Waar gaat het dan mee? Eens? Um, dus op die manier worden die dingen, uh, die ideeën. Van de heersende klasse als waarheid aangenomen. En de ideeën die, de, die, die, de, die het proletariaat overhandigd krijgt van de heersende klasse. Zijn, is de instrumentele reden. Dus we kunnen niet eens meer nadenken. Uh, over onze bevrijding. We kunnen namelijk alleen nog nadenken. als we het hebben over onszelf redden. Over dingen overheersen, over onszelf bevrijden van angst. Ja. over zelf overleven. Um, dat is de enige, enige vorm van nadenken die arbeiders nog rest. Nou, voor iemand als Aristoteles bijvoorbeeld, waar we het in de teugretiek over gehad hebben, die, die heeft het, zijn hele teugritiek draait om theologie. Dus dingen doen voor wat ze zijn. En voor Aristoteles is reden is iets wat goed is om zichzelf. Terwijl, wat er in dit geval gezegd wordt, is: er zijn andere dingen. En de manier om die te bereiken is Reden en daarom is reden belangrijk, maar niet omdat het op zichzelf een goed ding is. Ja. Dus wat fascinerend is, omdat als je kijkt naar de wetenschap die wij zo belangrijk vinden, draait het zo sterk om rationaliteit en al dat soort dingen dat je zou geloven dat ze zouden denken dat het belangrijk is. Kijk naar ja. economie, ja. Ja, en precies economie, ik bedoel, ze zeggen op bladzijde, uh, wat is het? Uh, bladzijde 30, zeggen ze, reason itself has become the mere instrument of the all-inclusive economic apparatus. Dus hier zie je ook weer dat het economische systeem, uh, uh, daaruit komt de specifieke manier van nadenken, namelijk de instrumentele reden. En die instrumentele reden kan dus alleen gebruikt worden binnen het economische systeem. Ja. Um, we kunnen alleen nog maar nadenken over de kapitalistische economie. Hoe we dingen naar onze hand kunnen zetten ja. en hoe we binnen die kapitalistische economie onszelf kunnen redden. Ja. Dat noemt Mark Fisher, daar hebben we een hele aflevering over gedaan, noemt dat kapitalistisch realisme. We kunnen geen, zoals hij het zegt, het is makkelijker om het einde van de wereld voor te stellen dan het einde van kapitalisme. Ja. Um, en dat is uh, precies wat door en Horkheimer zeggen: dat um, de regressie van de reden is doordat het geïnstrumentaliseerd ja. wordt. En uh, je wilde wat zeggen? sorry? Nee. Um, ik en dat, is, dat is een terugval ook weer naar mythe. Ja. Waarom? In mythologieën speelt het lot altijd een grote rol. Je hebt altijd, mm. uh, je, hebt, je hebt, hoe heet die, uh, die, uh, uh, die koning uh, Oedipus? Um, Oedipus, ja. Uh, die, uh, zeg je Oedipus? Ja, noem maar Oedipus. Um, die um, het lot het? probeert te ken je, ontsnappen. Ken ja, ja mensen het, het verhaal. Uh, Vertel het. Er wordt word hem, word hem verteld dat als kind geboren wordt, wordt verteld dat hij zijn vader zou vermoorden en met zijn moeder zou trouwen, volgens mij, en samen zou zijn met zijn moeder. En toen waren de ouders zo van: Oké, okay, doei kind, jij gaat weg. En toen gooide hij ergens anders op. En uh, uiteindelijk heeft hij. Uh, was Er een vrouw die die redde, en de man waar die er van redde was zijn, was de koning, was zijn vader. En toen trouwde hij met de vrouw die zijn moeder was, maar hij wist niet dat hij geadopteerd was. Ja, precies. Dus hij, hij dacht: ik heb, een, ik heb een koningin gered, van en een koning verslagen, en ik heb hem vermoord en met haar getrouwd. Chill, ja. en maar hij was dus hun kind. Ja. En dus precies in uh, de dat, dat, in zo'n verhaal speelt het lot een hele grote rol. In Percy Jackson ook. Mijn favoriete serie over de mythologie. <laughs> ja. Aan het begin van ieder boek is er zo'n ding. Gaan ze zo van... Oké, okay, dit is de... Dit is, dit is, dan komt er een waarzegster. Ongeveer. En die is zo van... Een soort van het orakel van Delphi, maar dan in 2000. En die is zo van... Dit gaat gebeuren. Alleen, het gaat nooit helemaal gebeuren zoals je denkt dat het gaat gebeuren. Maar er is, het is onvermijdelijk. Ja, ja precies. Er is... Er, het is onver. Sterker nog, het is in, je ziet in al die verhalen, zoals de koning die Oedipus wegstuurt. Ja. In het proberen te vermijden van het lot, bevestig je ja. je lotsbestemming. Want uh, hij, hij denkt ervan: oké, okay, mijn zoon gaat mij vermoorden. Hoe ga ik ervoor zorgen dat het niet kan gebeuren? Ik stuur hem weg. Ja. Dan ziet hij me nooit meer. En dan alsnog. Ja, dus het lot is onvermijdelijk. Ja. En dat is iets mythologisch. Hè? Dat we niet. Uh, dat, dat er een bepaalde manier is yeah. hoe de wereld werkt die, waar je niet aan kan ontsnappen. En door die regressie van de reden, door middel van de kapitalistische verhaal, economische verhoudingen, yeah, leven wij nu in een wereld waarin wij het gevoel hebben dat we niet. Aan het al overheersende manier van hoe de wereld werkt kunnen ontsnappen, Cultuurindustrie. Uh, wacht, en dat is dus wat Mark Fischer kapitalistisch realisme ja. noemt. En dat is dus: We zijn hoe, hoe, weer hoe de verlichting weg wilde gaan van het lot van van het idee van het lot. Zelfs mm -hmm. nee, dat, best, dat is onzin. Uh, we gaan vooruit. We, gaan, we maken vooruitgang. Het onvermijdelijke bestaat niet. We nee. kunnen doen wat we willen. We zijn onze eigen baas, wij gaan ons eigen lot bepalen. Ja, en, en precies zijn we weer in dus het proberen te ontstijgen van de mythe zelfs, is de, is de, is de verlichting teruggevallen in mythe. We, zijn, we wilden het, het idee van lot ontsnappen. En we zitten hier allemaal vast in het lot van het kapitalisme. Ja. Eigenlijk. Ja. We, we kunnen niet meer anders denken. Het lukt niet. Nee. Um, en het is dat een is... zelfvervestigende cyclus ook. Ja. Natuurlijk, hè? want uh, je groeit op een omgeving waarin er bepaald in wordt. En daar groei je mee op. En ook al zeg je je daartegen af, je internaliseert het nog steeds, en dan reproduceer je het. En de maatschappij als geheel reproduceert dit. En alles in de maatschappij is gericht op de reproductie ervan want geld verdienen en dat blijft maar gaan en dat is kunnen, dat is het lot waar je steeds aan probeert te ontsnappen van nee nu wordt het anders en dan kom je er terug want het is het systeem waarin die cyclus plaatsvindt ja het is de je kan uh, che guevara t-shirts kopen bij uh, ja. dat soort of dit Bob Burnham zegt uh, uh, discount Etsy agent prop right um, dus uh, you know, Agitprop, agit, dus Agitating Propaganda, Agitprop, ja, dus het ja, communistische ja, ja. programma op Etsy kopen. Ja. Weet je wel, ja. die, die de manier waarop het kapitalisme die kap door het middel van die uh, eigendomsverhoudingen alles opzuigt. En waardoor we er maar niet uitkomen. Nee. Um, en dus vastzitten weer in dat mythische lot. Wat weer de verlichting wordt, doordat ja. je eruit probeert te ontsnappen. En dan is er weer iets wat je echt niet wil, en dat is weer iets mythisch. En ja, en dus door deze dingen, door dus aan de ene kant de, die kennis, die manier van kennis door overheersen, zijn we teruggevallen naar een mythologisch lotsbestemming. Um, en daaruit komt het. Dat, dat, uit dat proces is het fascisme ontstaan, volgens hun. Dat he, waren de mogelijkheidsvoorwaarden voor het fascisme. Um, onder, dus door de. Ze, eigenlijk zeggen ze: het fascisme is ontstaan. Want we focussen heel erg op de cultuur. Hè, mm -hmm. het, maar het fascisme is ontstaan door de eigendomsverhoudingen. I, want dit alles kwam door de eigendomsverhoudingen, door ja. Odysseus, door die. Door die uh, onderscheid tussen Door dat de broeder en hij en de mas. Dat is, het is allemaal deel van hetzelfde. Het is allemaal met elkaar verbonden. Ja. Het totaliserende en de eigendomsverhoudingen, die zijn met elkaar aan elkaar gerelateerd. En daarom komt dat tot fascisme. Ja, en wat we daar dus ook mee zeggen, hè, dat, dat, dat deze hele dialectiek, dus deze hele geschiedenis en beweging komt. Uiteindelijk door de productieverhoudingen, dus doordat sommige mensen eigendom hebben en anderen niet en dat die daarvoor moeten werken, um, dat daar het fascisme uitkomt. Wat betekent dat om fascisme uiteindelijk te voorkomen, we die productieverhouding moeten opheffen. En dat is. Um, Iets waar, uh, dus Marx het over heeft en dat noemt Marx uh, revolutie en dat kan door middel van revolutie. Het ding is dat en Horkheimer daar veel pessimistischer over zijn, omdat zij, dus de oorlog hebben gezien, zij hebben uh, wat er ook in Rusland gebeurt gezien en daar zijn zij geen fan van en dus zij zijn heel pessimistisch over. Die revolutie en geven die eigenlijk op. Dus zij, dus, dus zij focussen meer op dat verlichting, dat dat denken nog anders kan, um, maar uiteindelijk, om dat echt te moeten veranderen, moeten die kapitalistische productieverhoudingen opgeschort worden. En dus zeggen zij eigenlijk dat fascisme de logische uitkomst is van de verlichting, maar de verlichting is de uitkomst van de productieverhoudingen, oftewel kapitalisme. Dus fascisme is de logische uitkomst van kapitalisme. Ja, nee, precies. Maar het is, het is, en het is ze zeggen volgens mij niet dat het um, inherent noodzakelijk is dat het altijd gebeurd zou zijn. Maar wanneer, dus ik denk gewoon met de reification van de verlichting. Dus als je zegt: Dit is de verlichting. Dit is het enige wat er is. En er is niks anders mogelijk. Dan krijg je totalitarianisme. Want als je, als, jij, als je de mogelijkheid openhoudt voor andere dingen. Wat moeilijk is in de verlichting. Maar als je die mogelijkheid openhoudt. dan blijf je in die dynamische dialectiek zitten. En zodra je gaat zeggen: dit is het en niks anders. dan boem: fascisme. Ja, de dialectiek is. dat je bij fascisme komt. Ja, maar. Ja. als jij de dialectiek. als jij. Uh, ja, maar fascisme is. een. een, een het vaststellen van het van, fascisme is het vaststellen van de verlichting. Want dit is het. Ik heb hier één idee, één totaal, of niet. Nee, fascisme okay. is het resultaat tussen de mythe die zich aan de ene kant heel star mm -hmm. ge, uh, opstelt. Ja. En de verlichting die zich tegenover dat star opstelt. En dat die twee. Um, niet zo makkelijk te onderscheiden zijn van elkaar als dat ze van elkaar denken. Mm -hmm. En dat proces van weerwaar tussen die twee, daaruit ontstaat fascisme. Okay. Dus, uh, dus zij zeggen ook in de introductie: Kijk, wij zijn niet tegen de verlichting, we zijn tegen het feit dat de verlichting gestopt is met over zichzelf nadenken. Ja. Dus de verlichting heeft zichzelf verstart. En op het moment dat de verlichting eigenlijk openbreekt weer... dan kunnen we het fascisme uh, stoppen. Ja. Uh, het volgende fascisme. Want dat... Nee, ja, ja daar, daar kunnen we ook een, <laughs> een aflevering over ja. maken. Dat wil Sven heel graag. <laughs> en ik denk dat we het daar misschien bij moeten houden... omdat we gewoon het makkelijkst is om alleen dit hoofdstuk te doen. Want we kunnen het over zoveel andere dingen hebben. We kunnen het over ieder hoofdstuk even hebben. Lang hebben als dat we het hierover hebben. Yeah. Ik denk dat er hoofdstukken zijn waar ik het langer over kan yeah. hebben. Gewoon dat er nog meer voorbeelden zijn in de werkelijkheid. En daarom denk ik gewoon dat we het hierbij moeten houden. En als we willen, kunnen we misschien een andere keer een ander hoofdstuk bespreken. Of uh, we nodigen mensen uit onszelf iets te lezen. <laughs> Hi. Nee, niet doen. Dit is niet de goede introductie voor filosofie als de eerste tekst Maar als je bent van. Met deze intro, ik bedoel, ik denk het dat de cultuurindustrie, dat je het ik moet zeggen, door. de cultuurindustrie vond ik best wel oké okay te doen. Yeah. Omdat er heel veel voorbeelden in zitten. Mickey Mouse, yeah. film, radio, jazz. Dus dat is misschien wel, eens wel goed te doen. Maar uh, wij houden het hierbij. Uh, volg ons op internet, Instagram. Stuur ons DM's. Slide into those DM's, people. Kom op. Niemand doet dit vaak genoeg. Ik reageer nooit, maar ik wil Sven graag meer werk geven in het leven. <laughs> Facebook ja, doen leuk. we niet meer. Ik praat, ik praat wel af en toe met mensen. Is ja. Leuk. Ja, je hebt sociale contacten opgegeven. Ja, Facebook heb ik opgegeven. Dan Goed ga ik niet zo. Liggen. Ja. <laughs> YouTube, als we het onthouden om het erop te zetten. Maar vooral de podcast gewoon op de Apple's en de, ja. de Spotify's. Dat is de place to be. Helemaal mooi. En dan. Oh fuck, we gaan we het volgende keer lezen? Weten we nog niet, hoeven we het niet over te hebben. Oké. Okay. Um, Muziek. Ja, muziek. het nog een keer. We luisteren dus uh, naar de Nectar effect. Uh, het nummer heet Carnage. Is als je het op donderdag luistert, de dag waarop dit uit is gekomen, um, dan uh, is het ook nu net uit. En anders uh, is ja, hij al uit. Ja, je uh, kan er altijd uh, mee Hun eerste nummer. Um, Luister er ook even echt naar als hij van, gaat hard. Of... Carnage, het gaat over de wereld in puinhoop, wat oh, natuurlijk um, het gaat niet over heel re relatable is als we net de directiek van de verlichting het hadden. Dus de uh, nectar effect, Carnage. Bam bam. Boep.